Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls, welkom bij weer een nieuwe video. Van deze video gaat eigenlijk over 2 dagen gespreid worden. Dus ja, vandaag heb ik voor jullie een draftje gespeeld. En ik heb de finale bereikt en de finale dus gewonnen. En nu zitten we dus in het ding van de draft. En jullie zien, ik heb 12-0 gewonnen. Ik heb 4 zegens. Dus wat krijgen we daaruit? Uit de 4 zegens een premium goudpakket en een premium goudpakket 26. Dus ik heb nog 2 packs in de store staan. Dus een premium goud, 2 premium goud speelspakket. Dus we gaan het met premium goudpakket beginnen. Dat is tradable. Als we daar nu iets gaan pakken. We pakken er borden uit. Uruguay, CM. Valverde. Ja. Wat pakken we dan nog uit? Niks anders. Gaan we nog eens een tradable pack open doen. Premium Jumbo Goud 26 pakket. En dan krijgen we zowaar een walkout uit. Rechtsachter Trent. Ik heb Trent dubbel. Dus dat is goed. Fucking walkout. Walkout nummer 23 voor mij. Trent. Dan kan ik die Trent gewoon op de market smijten. Dus ja, Trent is van mij. Dus ja, weer al een Trentje erbij. Nog eens. Ja. Kijk op woorden uit. Duits, Spits, Volland. Ja, walkout nummer 23 is ook al bij mij, dus ja. En dan nog eens een pakje doen. En we zullen wel zien wat we eruit krijgen. Krijgen we dus niks uit. CVM. Verder toe. Maar we mogen niet klagen voor vandaag. We hebben dus wel Trent Alexander-Arnold gepakt. En ja. Oké. Okay. We zijn er tussentijds ook nog eens natuurlijk bij tussen de rewards en de... En tussen de squadbelt rewards en de gewone rewards. Allee, tussen de squadbelt rewards en de draft rewards. Allee, draft rewards, squadbelt rewards. Hebben we dus nog een mega pack. Het grootste pakket ooit met... Maar liefst 30 items. Een mix van spelers en verbruiksitems. Allemaal goud ervan 18 zeldzaam. Met gegarandeerd 1 zeldzame speler. 82 plus algemeen. Het is een no-spec dat we gaan doen. No-spec is gedaan. Hopelijk brengt dat dus luck. Het brengt geen luck. Het is geen walkout, maar het is wel een borden. Het is Henderson, 84 rated. Wat wel eigenlijk wel goed is, met zo'n rewards. Nani, Wilson, Caicedo, Villa. Allemaal goede spelers. Dan nog spelerscontracten. Blessures erbij. SC Braga thuis nu. Atletico de Madrid uit nu. En ja, dit was dan dit stukje van de video. Er komt dus nog een derde stukje aan ook. Ik wist niet dat ik dit stukje nog kon doen. Dus morgen komt er nog een derde stukje aan. Misschien dat ik nog ga verder doen tot de 25 wins. Dat is, ja. Ga ik er ook morgen bij zetten, denk ik. Morgen of maandag. Een van de twee. Dus jullie kunnen ook nog wel de 25 wins verwachten op dit ding. Dus ja, ik zie jullie morgen weer terug. Bij het derde stukje van deze video. En ja. Want zodra dat je 25 wins hebt, ga ik jullie up to date. Ik hoop dat dat morgen is. Oké. We hebben nu dus terug. We zijn nog altijd zaterdag.
En dus nu altijd tussen de draft rewards en de squad builds rewards hebben we een gouden upgrade. Dus ja, we krijgen er maar alleen maar kraken uit. Meer niet. Wat zit erachter? Alleen is ook achter het. Nee, er zit Max achter. Dus ja, deze was het dus niet. Hopelijk. We kunnen wel nog een gouden upgrade premium. Allee, premium guide preview pakket openen. Zien we wat er in gaat inzitten. Dat is er ook. Kluivert. Nou. Ik zou het niet kopen. Mijn 25 kp, ik ga ook niet open doen. Misschien dat we dat in een andere video gaan open doen. Als we morgen wat meer krijgen van ons rewards, gaan we dat misschien open doen. Maar dan zie ik jullie morgen weer terug. Het is nog steeds zaterdag, maar we hebben dus weer al een objective voltooid. En we gaan dus zien naar de objectives. Liga Portugal selectiebasis. Rafa Soares. Zouden we selectiebasis Rafa Soares gezien. Ja, het is een walkout denk ik. Ja, hij komt hier mooi doorgelopen ze. Rafa Soares van de Liga Portugal. Ja, maar welke club is hij? Hij is van Vitória SC. Dus ja, deze was dus dit stukje van de video. Ja, we hebben dus weer al een walkoutje bijgepakt. Walkoutje nummer 24 momenteel van heel FIFA. Dus op hoeveel walkouts komen op het einde van FIFA, weten we nog niet. En nu is het dus nog steeds zaterdag. We zaterdagavond om 7:50. En ik heb voor jullie een verrassing. Ik heb natuurlijk nu op mijn bank staan, zoals jullie zien, staat er 62k op. En jullie zien dat er een transfer is gebeurd. Welke transfer zou dat gebeurd zijn? Het is een uitgaande transfer. Dus ja, jullie weten dat ik mijn in de vorige video, video van 24 december, van de kerstvideo had gezegd dat ik Kroos wou verkopen, maar dat toch niet gelukt was. Zie dus hier, Kroos voor 32k, er bijna 33k verkocht. En ja, dus nu heb ik 62k op de bankrekening staan. En, daarstraks was ik nog steeds goud 1 of zo. Nu heb ik een beetje doorgespeeld en ben ik elite 2. Ik ga vanavond nog een klein beetje doorspelen totdat ik elite 2 eigenlijk kan vasthouden. Zodat ik morgen mijn elite 2 rewards heb. Het kan ook zijn dat ik nog ga zakken naar elite 3 terug. Dat weet ik nog niet. We gaan dus nu zorgen dat ik elite 2 kan zijn. En ja. Dus elite 2 ga ik nu proberen te halen. Haal ik het niet, is dat het Elite 3 rewards morgen vroeg. Maar hopelijk Elite 2 rewards. Ik zie jullie morgen vroeg om 8:55 terug. Dan heb ik mijn rewards. En het is dus zondag. Het is zondag 24:08 in de ochtend. En ik ga zo dadelijk nog een potje spelen. Zodat ik zeker weet welke rang dat ik heb. En ja, jullie gaan het potje natuurlijk niet zien. Maar ja, zodra ik het potje gedaan heb en zodra ik de reward heb, kom ik bij jullie terug. En nu zijn we dus bijna 8:50, dus tijd voor de opname te doen voor de packs. En ja, ik ben nu FIFA aan het induiken, dus ja, we komen er wel aan. Ja, zolang dat jullie blijven kijken, gaat het goed zijn. Hopelijk pakken we nog eens een walkoutje. Ja. Dus ik zit nu. Ik ben nu ultimate team aan het inladen. Jullie gaan. We hebben dus de squad builds rewards. We hebben twee zeldzame Electrum spelerspakketten, een topgemaakt spelerspakket en 8k munten, waarop we op 71k zitten. Hopelijk zit er na deze video
op meer. En ja, we gaan beginnen met het topgerankte spelerspakket. Het pakketje is geopend. Wat krijgen we eruit? We krijgen er borden uit. Belgisch, LVA, Hazard. Ook de eerste keer dat ik die pik. In elke FIFA dus. Dat is wel iets dat ik... Ja. Dat is wel Hazard, ja. Dan... het eerste zeldzaam elektronisch speelspakket. Hopelijk pikken we daar iets uit. Niks. LVV. Chilwell. Hebben we nu een dubbel. Wilson hebben we dubbel, dus naar de transferlijst is al wel verkopen, denk ik. En dan zeldzaam elektronisch speelspakket nummer 3. Daar pikken we weer al borden uit. Portugees, LA, Guerreiro. Ja. Dat is dus Guerreiro, ja. Iago Aspas, Bamba. Ja. Decent, decent. Nu ga ik dus voor... Nee, dat is nog 6 uur en 8 minuten. Nu ga ik dus voor... nog die... 25 winst spelen, dat is nog 2 keren, dus binnen een uurtje ben ik zeker bij jullie terug. En ja... dan wil ik jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Blijf zeker likes pushen. Blijf zeker pushen voor mijn video's te blijven bekijken. Ik weet, deze wordt een lange video omdat die over 3 dagen is verspreid. Maar bedankt voor het kijken naar de video. Mijn naam is altijd Dylan. Like, abonneer en reageer hieronder wat je van de video vond. En dan zien we elkaar vrijdag terug.